Hieraan komen heel veel renners met schrik in de benen, schrik om het hart van boven geraken of niet boven geraken. Hoe kom ik boven? Is er iemand voor mij die een oponthoud heeft, misschakeling, alhoewel dat alsmaar beter wordt natuurlijk met die versnellingsapparaten dag van vandaag. Dus, maar het is en het telkens blijft weer het is een lastig ding. Het is echt samen met de Paterberg de moeilijkste beklimming, lastigste qua steiltegraad en om boven te komen uit de ronde. Hier zijn al heel veel taferelen gebeurd in het verleden. Ooit Skibi hier... Bijna omver gereden. Zijn fiets eigenlijk. Zijn fiets, over zijn fiets heen gereden. Jacques Martens Zaliger, de toen bestuurder van die wagen, die kon eigenlijk niet anders dan doorrijden en over die fiets heen. Dus een heel wat verhalen. Zo is het eigenlijk begonnen met de Koppenberg bijna. En ondertussen is het een icoon geworden in die Ronde van Vlaanderen. Ligt er nog altijd even goed of even slecht bij. Zoals je kan zeggen. En van hier tot daar waar je kan kijken, denk je van ik ben er, maar je bent er nog niet. Mm. En dan, altijd als we die beelden zien van profrenners die te voet gaan, dan... Kijk, hier is een moedige wielentoerist die dat beter doet dan onze Dernie, die denk ik nu toch ook voet aan de grond heeft gezet. Maar je ziet profs die voet aan de grond moeten zetten. Dan denk je van, hoe komt dat? Ja, misschakelen. Als je hier als wielentoerist aankomt, en laat ons maar zeggen dat er van de 100 wielertoeristen er toch 40 moeten voet aan grond zetten. En dat heeft niet alleen te maken met niet kunnen, maar ook met misschakelen, verkeerde trek kiezen, beginnen panikeren, voorwiel even van de grond, verkeerde bandendruk en dan sta je gewoon te voet. Deze passage hier, Koppenberg, in de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, één grote merde, zal ik maar zeggen. Gevloek, hè? Mensen die zich kwaad maken op andere soortgenoten, die ook graag fietsen, omdat die denkt van, ik had er geraakt als jij niet in de weg gelopen had en als jij er niet geweest was, was ik boven geraakt. Ja, ik zou zeggen, als je er iets wilt oprijden, komt er dan alleen naartoe, maar niet een dag van of voor de Ronde van Vlaanderen. Maar het is en het blijft ook voor profs telkens weer opnieuw geen uitdaging, want een goede prof moet dit zeker kunnen. Alhoewel hier toch al heel veel gebeurd is. En hier gaan toch echt al de groten, meer dan de groten, zich roeren. Hè. Hier moet je mee. Er is geen kwestie van, ik laat of Van Avermaat, of Sagan, of Van Marken, of Bonen, of wie dan ook, rijden. Nee, je moet hier echt alle hens aan dek en zorgen dat je erbij bent. Hier gaan toch geen beslissingen vallen, maar misschien kunnen de maskers afvallen, kan je een zwak moment krijgen en kunnen anderen zich geïnspireerd voelen om te zeggen van... Ja, ook altijd een heel belangrijk punt qua pech, hè. Volgwagens niet echt in de buurt, dus je moet echt wel van pech gespaard blijven of ploegmakkers in de buurt hebben. Cancellara hier ooit een ketting afgetrapt. Ik bedoel, dit is echt wel een beklimming. Je zit al zo diep in de finale dat je eigenlijk moet rekenen op jezelf, op je fiets. Ploegmakkers zijn van geen tel, dat is pas straks als je helemaal boven bent, als je die nog zou oprapen of eventueel als die bij jou in de buurt kunnen blijven of terugkomen. Maar dit is en blijft een rot ding, om het zo uit te drukken. Maar het heeft meer dan zijn plaats in de ronde. Hè. Het is een finale berg. Een schoon rotting. Ja, het is een finale berg. Hè. Ja. Nu, is dit dan een berg, als ik jouw verhaal hoor, zou ik zeggen van dit is niet de berg waar je de ronde zal winnen, maar misschien wel waar je hem kan verliezen. Pech, materiaal, pech. Je kan hier zeker, eigenlijk alles wat er nu aankomt, maar dan toch vooral deze strook hier, dat is volgwagens, zoals ik zei, helemaal niet in de buurt. En als je dan pech hebt, dan heb je echt pech. Hè. Ja. Staan hier dan mechaniciens langs de kant, met wielen van allerlei ploegen? Hier zullen uiteraard allerlei ploegen staan met vaste posten, vaste materiaalposten. Maar stel dat je daar beneden iets krijgt van een versnellingsbreuk of iets anders, of iemand haakt in je voorwiel of in je achterwiel of zo. Ja, en je hebt die pech, dan kan je het eigenlijk schudden. Hè. Ja.